De provincie Noord-Brabant ontwikkelt zich meer en meer tot een opgavegestuurde organisatie. Dat betekent dat we bepalen voor welke maatschappelijke opgaven we, al dan niet samen met partners, de bordjes gaan hoog houden. En ook welke bordjes op de tafel van andere partijen horen. Nu kun je geruststellen dat onze bestuurlijke ambities als provincie groot zijn. Er liggen nogal wat opgaven op ons bord. En er komen er steeds meer bij. Terwijl we de komende jaren juist met minder capaciteit de bordjes in de lucht moeten houden. Dat vraagt nogal wat van onze organisatie. Het antwoord? We moeten onze capaciteit beter managen. En daar hebben we behoorlijke stappen in gezet. We brengen onze maatschappelijke opgaven in beeld en delen daar de benodigde capaciteit aan toe. Op dit moment komt het namelijk nogal eens voor dat een collega moet balanceren tussen veel verschillende opgaven. De kans is groot dat er dan iets aan zijn aandacht ontglipt. Sommige collega's hebben zoveel specifieke kennis en ervaring dat er heel vaak een beroep op hen wordt gedaan. Zelfs zo vaak dat het voor hen bijna niet meer te behappen is. Terwijl een andere collega diezelfde kennis en ervaring misschien ook heeft, zonder dat iemand dat weet. Dan maken we dus niet optimaal gebruik van de talenten die we in huis hebben. Bepaalde opgaven zijn zo complex dat we slimme combinaties moeten maken tussen verschillende competenties en kwaliteiten van mensen. En dat collega's dus samenwerken aan die opgaven. Kortom, er kunnen nogal wat mismatches voorkomen tussen mensen, opgaven en beschikbare capaciteit. Het vinden van de optimale match noemen we capaciteitsmanagement. Oftewel, we doen het samen, anders en slimmer. Binnen de agenda van Brabant en het bestuursakkoord bepaalt de directie jaarlijks welke maatschappelijke opgaven op onze tafel komen en welke niet. Iedere opgave heeft een opdrachtgever die de doelen, resultaten en de benodigde capaciteit omschrijft. Kwantitatief, maar ook kwalitatief in de vorm van benodigde kennis en competenties. Vervolgens worden de juiste mensen gematcht met de juiste opgaven. Capaciteitsmanagement is een verantwoordelijkheid van het management en is opgenomen in de planning- en controlcyclus. Het helpt je om messcherpe keuzes te maken en met minder capaciteit toch de bordjes in de lucht te houden. En de medewerkers, die ervaren meer plezier in hun werk.